Welkom op mijn atelier. Ik laat kort zien waar ik nu aan werk. Het zijn vrij grote en vrij abstracte collages. Allemaal van zelfbeschilderd papier, aquarelpapier met gouache. Hier een vrij groot werk, wel op zijn kop. Dit werk niet meer op zijn kop, nog in wording. En omdat de collage's zo groot zijn en nog niet af, wil ik ze niet voor de verkoop aanbieden. Ik laat ze zien voor de context van mijn werk. Hier een vel aquarelpapier net nat gemaakt in de douche, opgespannen over vier vijf uur droog, zodat ik het kan beschilderen met gouache in een bepaalde tint die ik ga mengen zodat ik hier bij deze collages nog een aantal vlakken kan bijzetten, bijplakken die ik nog mis. Voornamelijk een bepaalde kleur die ik mis. Gisteren heb ik al gemengd, maar helaas mislukt. Dus vandaag opnieuw. Ik laat het zien, omdat hetzelfde principe heb ik toegepast bij de collages die ik wel voor de verkoop wil aanbieden. Landschappen die ik gemaakt heb. Twee jaar geleden en die ik tentoongesteld heb bij de VU Amsterdam. Dit is het papier wat ik vanmiddag had opgespannen. Nu beschilderd met de kleuren, met de juiste kleuren, hoop ik. Ik heb van tevoren natuurlijk allemaal proefjes gemaakt. Hier bijvoorbeeld deze. En dan telkens een tikje meer blauw erbij, een tikje meer rood erbij. En... Tot ik tevreden was. Maar het is altijd toch weer anders als je het op een groot vel papier hebt. Al die stroken die hier liggen, dat zijn voorbeelden van de hoeveelheden die ik altijd maar uh, beschilde. Voordat ik het werk laat zien wat ik voor de verkoop aanbied, hier nog een collage die nu af is. Laat ze kort zien: even dichterbij. De kleuren klopt niet helemaal op de camera. Hier zijn twee van de zeven collages te zien die ik voor de verkoop wil aanbieden. Ik heb ze 2018 bij de expositie Carlabomp in de VU Amsterdam tentoongesteld.